Het is nog vroeg in de ochtend. De zon komt net op. Het belooft een prachtige dag te worden. Maar dat weet Moesti nog niet. Hij slaapt als een roos. Hé, wat is dat? Wie maakt daar zo'n lawaai? Leuk is het natuurlijk niet als je 's morgens vroeg uit je slaap wordt gerukt. Zou deze haan er soms iets mee te maken hebben? Nu ben ik klaar wakker. Ik zal maar opstaan. Goedemorgen. Zeg, zijn jullie ook wakker geworden van dat lawaai? Wat was dat? Dat, zegt papa, was het kraaien van een haan. De nieuwe haan van de buurman, die heeft hij sinds gisteren. De haan staat samen op met de zon en laat meteen horen dat hij klaar wakker is. Maar hier staat iemand die er nog heel slaperig uitziet. Meneer Konijn, goedemorgen. Nog moe, meneer Konijn? Dat mag je wel zeggen. Heb jij dat lawaai niet gehoord vanmorgen? Ja hoor, weet je, dat was de nieuwe haan van de buurman die kraaide. Dan hoop ik maar dat hij nu is uitgekraaid, want ik wil nog wat slapen. Nu ben ik toch eens benieuwd of mevrouw Schildpad goed heeft geslapen. Ja, ik heb goed geslapen, maar veel te weinig. Net wat ik dacht. De haan heeft jou dus ook wakker gemaakt. Ik ga eens een praatje maken met die meneer de haan. Goedemorgen, meneer de haan. Ik ben Moesti. Ik woon ginds in dat huisje. Ik zou je wat willen vragen. Ook een opperbeste goedemorgen. Ik luister. Meneer de haan, maakt u 's morgens altijd zoveel lawaai? Ik bedoel, kraai jij altijd zo vroeg in de ochtend? Vroeg, vroeg? Wat is vroeg? Een haan kraait als de zon opkomt. Zo eenvoudig is dat. Ja, ja, dat begrijp ik wel. En ik vind dat jij heel mooi kan kraaien. Maar je maakt wel de hele buurt wakker. Dat spijt me, maar daar is niets aan te doen. Misschien toch wel, meneer de haan. Ik weet wat jij nodig hebt. En kijk, Moesti heeft zijn wekker gehaald. Hier ben ik weer. En ik heb speciaal voor jou mijn wekker meegebracht. Morgenochtend om 8 uur gaat hij rinkelen. En dan pas mag jij kraaien. Dus je moet je niets aantrekken van de zon. Begrepen? Het is nacht. Alles is rustig. Mevrouw Schildpad ligt heerlijk te slapen. Meneer Konijn is diep in zijn hol gedoken om daar de nacht door te brengen. Moesti ligt natuurlijk in zijn eigen bedje. Misschien droomt hij wel van meneer de haan. En de haan zelf, die durft geen oog dicht te doen. Statig zit hij op het hek en wacht ongeduldig op het rinkelen van de wekker. Want dan pas zal de haan kraaien. Hij heeft het begrepen.